Wat is het dan fijn om oud te worden, maar niet zozeer om oud te zijn. Als het mistig wordt en als ik dan ga dwalen, mag ik dan bij jou? Als ik eenzaam ben en ik niet word begrepen, mag ik dan bij jou? Als ik verdrietig word en niemand weet een reden, mag ik dan bij jou? Als ik onrustig ben, omdat ik alles kwijt ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij je schuilen, als ik het niet meer weet? En ook als ik moet huilen, als ik je naam vergeet, want als ik bij jou ben, als jij daar ben ik weer. Is het thee of koffie? Dat is leeg. Maar die is lekker. Het is niet zo dat de mannen verdeeld zijn. Dit is Mokhof, dus dit is het gedeelte voor de mensen met hier zal het. Ja, netjes, hè? 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 Ja, ook met elkaar in gesprek, of met ons. Het is best een bedrijf. Dank je. De ondersteuning van mantelzorgers. Ja, dat is een plaats. 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 Ja, dat is een Maar je moest er wat opschrijven gewoon. We kunnen op roepafstand zetten. Ja. Allemaal hier, dan moeten we het leren. Dan kunnen we kopjes meenemen. Ze zitten allemaal op. Ik maak van, maar niet allemaal. Ja, dat is Ja, ik heb het niet. 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 Ik heb het
Ik doe de huurprijs, stel ik vast op basis van inkomen. En ik zorg ervoor dat de huurprijs, als je inkomen hebt van maximaal 33.000, dan heb je recht op huurtoeslag. Want als ik bij jou mag, als jij mijn angsten zust en mij je aandacht geeft, dan kom ik weer tot rust. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, wil jij dan niet vergeten, ik hield heel veel van jou.